We beginnen de dag vandaag met een leuk weetje. Wist u dat? Het merk Lamborghini in 2023 evenveel auto's heeft verkocht als in de hele eerste 40 jaar van het automerk. Dus in 40 jaar verkochten ze toen pak een beet 10.000 auto's en dat pompen ze er nu in één jaar uit. Dat is fijn voor Lamborghini, maar het heeft ook consequenties. Dat betekent namelijk dat ze meespelen met de grote jongens. En de grote jongens moeten zich in Europa aan de regels houden. En dat betekent dat ze plug-in hybrides moeten verkopen als ze auto's met veel vermogen willen verkopen. Elektrisch of plug-in hybride. Dat is de enige mogelijkheid. Dus Lamborghini Revuelto V12 plug-in hybride. Temerario V10 plug-in hybride. Maar de gemiddelde CO2-uitstoot die Europa eist zal met name moeten worden gemaakt door de Urus SE. Want het is de auto die het beste verkocht wordt. In totaal meer dan de helft van de verkochte Lamborghinis per jaar is een Urus. En omdat het een SUV is en geen sportwagen, biedt deze auto natuurlijk veel meer mogelijkheden om plug-in hybride techniek te monteren die daadwerkelijk iets van zuinig is. Dus de enige Urus die je vanaf nu af aan nog kunt bestellen is deze SE. Veel gecompliceerdere auto, daardoor ook duurder. Maar in Nederland, vanwege onze BPM-regels, uiteindelijk een goedkoper voor de klant. Lage CO2-uitstoot betekent dat hij uiteindelijk vermoedelijk een startprijs zal hebben van ongeveer 270.000 euro. En dat is voor een auto als dit heel weinig. Goed, we lopen er even omheen om te kijken wat ze hebben veranderd. Je zou zeggen, op het eerste gezicht, hij ziet er precies hetzelfde uit. Is niet zo. Als je goed kijkt, dan zie je dat ze de motorkap wat meer naar beneden hebben getrokken. Dus laten we zeggen de voorkant van de auto optisch wat samen hebben gedrukt, waardoor die wat lager en wat breder op de weg staat. Ik mag het persoonlijk wel. Het is een detail. De zijkant van de auto is eigenlijk niet zo heel erg veranderd. Je ziet dat die behoorlijk onder de krassen zit. Later in de video dan zul je vanzelf zien waar die krassen vandaan komen. Deze auto's die worden niet gespaard tijdens dit evenement. Achterkant ziet er echt wel wezenlijk anders uit. Net als aan de voorkant, de lichtunits hebben ze natuurlijk veranderd. De eivormige signatuur die is er teruggekomen. Een beetje de huisstijl van Lamborghini tegenwoordig. Deze hele puntige punt achterop. Iets meer van een diffuser in de bumper. Maar waar het echt om gaat, is wat ze hier onder huis allemaal hebben uitgespookt om er een totaal nieuwe auto van te maken. Er werd natuurlijk altijd een beetje gekscherend gezegd dat het in wijze een soort van opgepompte Audi RS Q8 was. Nou ja, het is natuurlijk nog steeds een auto van de Volkswagen groep. Het platform is hetzelfde gebleven. Dus wat hebben ze nu gedaan? De techniek overgenomen die je onder andere kent van de Porsche Cayenne Turbo GT. Die je onder andere zou kunnen kennen van de Bentley Continental GT. Dus, de vierwielaandrijving, dat had hij al. Maar hij had een torsion differentieel. Dus dat is een vierwielaandrijving met een torque sensing. Dus dat zegt het al, het woord torque sensing. Het voelt de koppel aan. Een systeem dat voelde aan wanneer de achterwielen begonnen door te slippen. En als dat zo was, dan stuurde het vermogen naar voren. En dat is op zich aardig, maar dat betekent wel dat het systeem eigenlijk altijd achter de feiten aanloopt. Nu hebben ze een Haldex-koppeling gemonteerd. Die kun jij met je laptop programmeren en dan kun je precies zeggen in wat voor situatie hoeveel procent van het aandrijfvermogen naar voren of naar achteren moet. Op de achteras ook nog een elektronisch gestuurd sperdifferentieel. Dus dat de achteras ervoor kan zorgen dat één wiel al het vermogen krijgt of alle beide wielen evenveel vermogen. Dan hebben ze nog variabele dempers, dan hebben ze nog luchtvering, variabele rolstabilisatoren. Een enorme hoeveelheid techniek om ervoor te zorgen, niet alleen dat je niet merkt dat het een plug-in hybride is die heel zwaar is, maar ook om hem echt binnen de groep een eigen karakter te geven. Over de plug-in hybride techniek gesproken, V8, biturbo, nog steeds hetzelfde gebleven, 4 liter. Minder vermogen dan voorheen. En dat komt omdat er natuurlijk in de versnellingsbak voortaan een elektromotor zit. 192 pk heeft die en het gezamenlijk vermogen van V8 en elektrotechniek is 800 pk. En dat betekent dus, je kijkt naar de vermogens die deze techniek bij Porsche mag leveren, die die bij Bentley mag leveren. Lamborghini is de king of the hill binnen de Volkswagen groep, dus hier krijg je 800 pk, 950 Nm. Boven dat achterdifferentieel zit een accupakket, extern oplaadbaar, 25,9 kWh groot. En dat zorgt voor een actieradius elektrisch van, laten we zeggen in de echte wereld, misschien 40, 50 kilometer. Het kan ermee door. Ik kan me ook voorstellen dat dit uiteindelijk een van de plug-in hybrides wordt die minste gestekkerd gaat worden, omdat eigenaars er gewoon helemaal niks om geven. Aan de andere kant, je hebt waarschijnlijk een eigen huis met een carport. Kleine moeite om elke dag die stekker erin te hangen. En dan bespaar je jezelf toch wel een paar keer in de week vettige handen door tanken bij het benzinestation.
We kijken nog even in het interieur en daarna heeft Lamborghini voor ons wel een leuk programmaatje uitgezet waarmee we echt heel erg diep kunnen ingaan op die nieuwe onderhoudstechniek. We kunnen een stukje off-road rijden, waarin, ja, laten we zeggen, de gedraging van de auto een beetje worden uitvergroot. We mogen op een enorme asfaltvlakte tekeer gaan om te kijken hoeveel lol je ermee kunt hebben. En natuurlijk gaan we ook een stukje gewoon openbare weg rijden, want dat is waar de meeste Urus-rijders de meeste kilometers doorbrengen. Is hij nog een beetje comfortabel? Is hij te onderscheiden van een Porsche of een Audi? Waarschijnlijk wel. Even kijken we nog in het interieur. En dan gaan we eerst naar Nardo. Het enorme testcentrum waar deze auto door Lamborghini is ontwikkeld. Daar liggen het offroad circuitje en de enorme asfaltvlakte. En dan gaan we in de wegen daar in de buurt de rest doen. Voordat we links voorin kruipen, toch nog even dit laten zien. Dit is toch wel een van de plekken waar je kan zien dat het een plug-in hybride is geworden. Vrij hoge laadvloer. Is het geworden, dus je levert al iets aan praktisch comfort in. Misschien niet voor iedereen een issue. Volgens mij rijdt Mathieu van der Poel ook een Lamborghini Urus. Ik kan me voorstellen dat hij nu zijn mountainbike misschien niet meer in één keer erin kan prakken zonder de wielen eraf te halen. Dus nou ja, first world problems misschien, maar iets om rekening mee te houden. Gaan we nu even links voor kijken. Interieur, ook wel een redelijk grondige make-over gehad. Sommige dingen zijn wel hetzelfde gebleven. Wat overheerst, met name in de Urus, is een Audi-achtig gevoel. Is dat slecht? Nee, want Audi is altijd heel erg goed geweest in het maken van auto-interieurs. Diezelfde kwaliteit, die zie je nu terug bij Lamborghini. Audi heeft de hele Lamborghini-fabriek leeggetrokken en daarna hun eigen type productielijn erin gezet. Mensen daar uitgelegd hoe je strak auto-interieurs in elkaar zet. En dat voel je en dat ruik je en dat zie je. Knopjes, clustertjes zijn Audi-achtig, maar de rest, de vormgeving en de hele interface die je krijgt, die is heel erg Lamborghini. En dat is een mooi huwelijk, dacht ik zo. Wat natuurlijk nieuw is, is de aansturing van de plug-in hybride techniek. Je kunt nog steeds kiezen uit straat, sport, race, zand, off-road en sneeuw. En het verschil tussen zand en off-road. Zand is dan natuurlijk echt een soort los zand. Heel veel Arabieren die kopen deze auto om mee lekker door de duinen te knallen. Daarvoor is Sabia bedoeld. En in heel veel auto's, laten we zeggen jouw eigen leaseauto, is het kiezen van zo'n rijmodus niet meer dan het verschil tussen, ja, laten we zeggen, wat stuurgevoel en een verzendingsbak die misschien wat later overgeschakeld. En als je dan ook nog de adaptieve dempers hebt gekozen, dat die ietsje stijver worden. Maar in deze auto, met al die techniek die ik daarbij de introductie uitlegde, de variabele dit, de variabele dat, maakt het verschil tussen deze settings enorm. De rijhoogte, omdat er luchtvering in zit, de demping, de manier waarop het vermogen van voor naar achter wordt gegoocheld, waarop de actieve rolstabies de balans van de auto manipuleren. Worlds apart. En diezelfde techniek die maakt het dus ook mogelijk, meer dan ooit, om onderscheid te maken tussen een Audi, een Porsche, een Bentley en een Lamborghini met dezelfde techniek. Nieuw is deze schakelaar, die was er al. Deze is nieuw, daar staat EV op. En daarmee kun je dus kiezen of je de accu wil opladen, of je hem volledig wil leegtrekken, dus maximale performance wil genereren. Of dat je hem gewoon in hybride modus wil zetten, waarbij de auto het lekker zelf mag uitzoeken. Rest mij nu verder niks anders om te zeggen dat ik vrij laag in de auto zit. Je koopt een SUV, maar wel waarschijnlijk de SUV waar je het allerlaagste in zit, waardoor het zicht naar buiten vrij deplorabel is. Je ziet werkelijk helemaal niets naar buiten. Dus je hebt wel wat ruimte nodig. Of je moet de stoel omhoog krijgen. Dan zit je misschien iets minder sportief. Maar dan zie je tenminste iets. Dat gaan we op Nardo minder nodig hebben. Op de openbare weg wel. Maar ja, laten we nu niet langer treuzelen. En gewoon de boel aanslingeren. En genieten van alle plug-in hybride techniek die Lamborghini de afgelopen jaren voor ons in elkaar gebakken heeft. Zo, daar gaan we dan met de Urus SE op de Strade Bianche van Nardo. En oké, off-road rijden, misschien niet de meest logische use case voor een plug-in hybride monster SUV. Maar waarom ze ons dit laten doen is natuurlijk enerzijds om een beetje de veelzijdigheid van de auto te illustreren. Maar ook omdat off-road rijden heel erg de gedragingen van een auto uitvergroot. En daardoor heb je wat meer bedenktijd om als amateur zoals ik een beetje te voelen wat die auto eigenlijk onder je doet allemaal. Het is ook al heel veel, want je hebt tegelijkertijd natuurlijk
Vierwielbesturing, actievere rolstabilisatie, een middendifferentieel, een actief sperdifferentieel, de transmissie, de motor. En die doet allemaal andere dingen in andere situaties. Nou ja, en je ziet het. Het leuke is, we rijden nu dus in de stand Terra, dus echt off-road. Daarin wordt de auto wat opgehoogd. En de hulpsystemen staan nog steeds aan. Maar je ziet hoeveel vrijheid je als bestuurder dan alsnog krijgt om een beetje narigheid uit te halen. Hier, als je op het vermogen gaat, gaat hij toch eerst met de voorwielen proberen, of met de achterwielen proberen de bocht uit te drukken. Maar vooral bocht in, heel, heel knap. Als ik hem er zo ingooi, dan voel je hoe die voor de stabilisatoren helemaal opengooit. En ze achter helemaal dichtgooit om elke vorm van over- of onderstuur op te heffen. Zodat de voorwielen mooi, die zachte voorwielen dan in het zand happen. En die stijve achteras er dan mooi omheen roteert. Kijk, hop. Gaat met een mooie vertraging. Hier een paar hele grote stenen. Mij was gevraagd om daar toch vooral niet overheen te rijden. Je ziet, het is een ultra krap baantje, dus iets van reserve moet je wel houden. Want je ziet, het zijn struiken die op je staan te wachten op het moment dat je te laat op de rem trapt. Dus dat doen we toch maar enigszins conservatief. En oh, kijk eens hoe mooi hem eigenlijk op de rem een bocht in kan remmen. En we rijden dus gewoon met Pizero's, hè? Geen off-road bandjes of wat dan ook. Het is puur de onderstel, de chassis techniek die voor jou constant meedenkt en een soort van voorspelt, oké, volgens mij wil hij insturen, volgens mij wil hij oversturen. En dan toch voelt het op een of andere manier allemaal heel voorspelbaar. Poh, en dan rij je met een auto van 2,5 ton, die je nog helemaal niet kent. Gewoon met 100 km per uur en meer over een off-road baantje. Pure magie. Het is al ongelooflijk veel ontwikkelingswerk in zich in zitten om het allemaal zo te krijgen. Volgende oefening. Meer narigheid uithalen op asfalt. Ten slotte kijken wat je op de openbare weg doet. Voor de meeste mensen toch wel het belangrijkste. Oké, hier zijn we aangekomen op het driftgedeelte. Auto staat in sport. ESP volledig uit. Helaas kan ik jullie niet, laten we zeggen, point of view meenemen. Dat komt omdat we op Nardo zijn. Achter ons ligt de high-speed track, waar nu onder andere Ferrari bezig is met allerlei prototypes testen. Die mogen niet in beeld komen, dus we moeten het zo doen en met beeld van buitenaf. Maar het gaat om de inhoud. En de inhoud is, ja, hiermee wil ze natuurlijk laten zien dat er echt heel veel verschil zit in de standen Strada, Sport en Corsa. En Sport is niet alleen maar Corsa een beetje afgezwakt, maar echt een soort fun stand waarin zoveel mogelijk vermogen naar de achterwielen gaat. Zodat je ermee kan driften, dwarsgaan enzovoort. En daarmee kun je ook heel goed illustreren hoe goed je al die systemen kunt laten samenwerken om de bestuurder daarbij te helpen. Dus, gaan we gewoon kijken wat we ervan bakken. Er is een slalom, er is een lange bocht en een driftcirkel. En gelukkig hoef ik de Pirelli's niet zelf te betalen. Let's go. Zo. Ja, wat je daar natuurlijk ziet, vooral die weight transfers van links naar rechts, die zijn normaal gesproken heel lastig te controleren met zo'n zware auto, met ook nog een zware accu achterin. Maar alle systemen helpen je erbij om te zorgen dat je dus niet te ver gaat, zodat je hem heel agressief erin kan gooien, agressief op het gas kan gaan en de held uithangen, terwijl eigenlijk de auto de helft van het werk doet. Dan nu een rondje. Ja, nou ja, als je een klein beetje beheerst met het gas omgaat, terwijl ik denk een cooldown lab, een klein stukje cooldown, want anders vliegen de Pirelli's eigenlijk in de fik. Wat je bij dat rondje ziet, als je maar heel beheerst met het gas omgaat, juist als je een lange drift wil maken, dan denkt het systeem, oké, de bestuurder die heeft de boel onder controle, ik hoef niet zoveel vermogen naar de voorwielen te sturen, het zal wel goed komen. Ja, dan kun je dus praktisch als een achterwielaandrijver een heel rondje volledig driften. Laten we zeggen, een rotonde of iets dergelijks. Ja, en ook dat is dus wel iets wat bij de vorige Urus eigenlijk niet te doen was. Daar had je zo'n torsensysteem dat altijd dacht van, oh jee, de achterwielen spinnen te ver door, vermogen moet naar voren. Maar op een of andere manier lijkt deze auto gewoon precies aan te voelen wat je van plan bent.
Daar helpt hij je bij en tegelijk helpt hij je ook om te voorkomen dat je de boel een beetje uit de klauwen laat lopen. Dus agressieve weight transfers. En, je kunt het bijna niet fout doen. Al moet ik zeggen, we hebben hier op het asfalt ook ontzettend veel ruimte om te spelen. Lekker kunnen afreageren op het zand, op de driftcirkel, nu de openbare weg en we rijden in de elektrische stand. Is het dan helemaal stil? Niet helemaal. Je hoort ook toch wel de banden behoorlijk onder de auto werken. En in een beetje voelt ze ook onder de auto werken. Ik zet de auto nu in Strada, dus een hybride stand. En dat is de default stand waarin de auto start. En die heet denk ik met opzet niet comfort of comfortabel of normal. Want normal of comfortabel ga je niet echt in een Lamborghini krijgen. Het is de Strada en ook op de Strada, de straat, is deze Urus behoorlijk stevig. Ja, dat is eigenlijk ook natuurlijk gewoon in een notendop het merk Lamborghini. Het zijn dezelfde onderdelen als een Porsche Cayenne. Maar het voelt ook wel wezenlijk anders. Laten we zeggen, de sportstand bij een Porsche is de basisstand van deze Urus. We rijden natuurlijk ook wel met 23 inch, maar er is luchtvering en je voelt, als je echt een grote drempel pakt, dan die luchtvering en die dempen het eigenlijk heel mooi af. Het lijkt, voelt een beetje alsof de drempel terug de grond in wordt gedrukt, laten we zeggen. Maar ja, daar zitten natuurlijk 23 inch wielen onder, daar zitten panden omheen. Die moeten 2500 kilo dragen, die moeten 950 Nm aan koppel verwerken. En die moeten 312 km per uur kunnen halen, 330 zelfs. Ja, dat betekent dat ze natuurlijk gewoon hartstikke stijf zijn, hartstikke zwaar. En dat voel je dan in het korte afrolcomfort wel. Maar voor de rest, ja, het gaat. Er valt mee te leven. Dat is wel heel wat. Wat meteen ook opvalt, meestal als je in een plug-in hybride rijdt dan, en je rijdt in een elektrische stand, of de hybride stand, dan probeert hij toch zo lang mogelijk zoveel mogelijk elektrisch te rijden, maar het lijkt alsof Lamborghini zijn klantenkring kent en denkt ze willen eigenlijk vooral gewoon vooruit gaan. Dus die verbrandingsmotor die springt vrij snel aan. Dat gaat echt zonder een schokje. Natuurlijk een enorme elektromotor om aan te slingeren. Ja, en dat is wel een beetje een roer in de pak. En dan doe ik dit. Christus. Het lijkt alsof je een wheelie maakt. Niet te geloven. Super rechte weg hier. Nardo zelf is een heel leuk testcentrum, maar de wegen er omheen die zijn best wel saai. Er zijn een paar bochtjes. Schakelen we door naar sport. Nou, laten we wel hier een bochtje treffen. En dan kunnen we het ook wel zien. Ja, dit is nerveus. Deze auto is ongekend nerveus. Het is niet alleen het comfort en de onderstel, de basisonderstelafstemming. Je voelt gewoon in elke vezel dat deze auto dingen mag, dingen moet. Die de auto's van de rest van de groep niet kunnen, niet mogen. Maar als ze bij Porsche zeggen, we kunnen onze auto wel zo scherp laten sturen met de vierwielbesturing en het stuurrek. Er zijn vast klanten die dat niet kunnen waarderen. En bij Audi staat deze op de radar, bij Lamborghini zeggen, ja leuk, doen we. Bam, meteen zo gauw je een millimeter uitstuurt, voel je die achterwielen, de auto van richting veranderen, voorwielen die zoeken, rolstabilisatoren die bevriezen. Ja, en dat dan samen met die 23 inch betekent dat er gewoon echt zero vertraging zit in insturen en reactie van de auto. Dat is op zich heel indrukwekkend, maar je moet er wel van houden. Het maakt wel een bijzonder nerveuze auto. Het is wel zo dat er precies rondom midden zit er een soort van doodpunt ingebouwd. Dus het is niet zo dat je op de snelweg constant zit te corrigeren. Dat is op zich wel knap gedaan, maar daardoor is die overgang van rechtdoor naar insturen, dat is elke keer al even schrikken, waardoor je al heel snel te veel stuurinput geeft. Door naar Corsa, dan wordt de auto pas echt wakker en dan voelen de dempers. Ja, dan bevriezen ze echt. Dan is het gewoon alsof je met gewoon houten blokken onder de wielen rijdt. Of tussen de wielen en de auto. Je hoort de versnellingsbak meteen schakelen. Je kunt hem ook in de manual stand zetten. Dan is het alleen jij en de flippertjes. En ja. Dus hebben we die auto voor ons maar zijn naden dan. We doen het op een soort van beleefde manier. Verder versnelling. 90. Gas. 120. 140. Dat is. Ja, dat was al 160.
Kijk, het is een iets zwaardere auto geworden, maar hij heeft echt heel veel meer vermogen gekregen. Maar het beste wat ik van dit karakter, denk ik, dit kan illustreren, dat is dan op deze rotonde die we hier gaan zien, volgens het navigatiesysteem. We rijden in de sportstand. De sportstand, zoals ik al had uitgelegd, is dus niet de snelste stand, maar de plezierstand. En als je dan... Wow. Ik hoef echt alleen maar naar het gaspedaal te kijken. Ik geef die ding echt serieus gas. En ik voel al hoe de achterwielen een beetje aanstal te maken om uit te gaan breken. Dit is echt... Dit zou in een Porsche nooit mogelijk zijn of in een Audi. Hoe nadrukkelijk de neus naar binnen wordt gedrukt. Gewoon puur op vermogen. Ja, dat kan alleen in een Lamborghini. En dat is... Je moet ervan houden. Het is wel echt heel leuk. Het is... Deze auto die krimpt zo mooi om je heen. Meer nog dan een Porsche dat kan. Kijk, ik denk als je met deze setting op de Nürburgring gaat rijden en gaat proberen een ronde record neer te zetten, dan lig je binnen 3 rondes ondersteboven naast de vangrail. Want het is waarschijnlijk allemaal... Het gaat allemaal zo snel. Maar het geeft deze auto dus wel echt een heel erg eigen karakter. Iets wat je echt nergens anders vindt. Dit hier. Oef, oef. Die platte panden, dat vermogen. Hoe het allemaal wordt ingezet om jou het idee te geven dat je in een auto zit die maar 1500 kilo weegt. Die zo laag zou zijn als een sportwagen. Ongekend knap gedaan. Niemand voor me, niemand achter me. Zie een keertje dan. Kossa. Launch control, ja tuurlijk, zit er ook op. Het mogen duidelijk zijn, ja, we hebben op alle mogelijke manieren een beetje kunnen voelen wat de nieuwe technologie van Lamborghini allemaal mogelijk maakt. En het is duidelijk, het is een hybride, hij is zwaarder geworden, maar hij heeft ook zoveel meer vermogen en zoveel meer koppel en zoveel meer mogelijkheden om met al die systemen een rijbeleving voor elkaar te pakken die past bij het merk. Begreep, 40% van de klanten van een Urus is jonger dan 40 jaar. Dus het is gewoon een auto van mensen die op jonge leeftijd heel rijk zijn geworden op een of andere manier. Ja, en die willen dit gewoon, die willen aandacht trekken, die willen buiten spelen. En dat kan met deze Urus SE nog veel beter dan met al die modellen die ervoor zijn gekomen. Het is heel simpel. In de wereld van Lamborghini is meer altijd beter. En meer is wat je precies bij deze auto krijgt. Behalve één ding, en dat is de prijs. Die is juist lager geworden. Dus kan die beter, zou ik zeggen.